heel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Maar goed, zeg maar gedag naar onze grijze bank. En hier alvast een sneak peek van de stoelen. Kijk nou, wij op een kaars. Zou dit het zijn? Nee, toch? Lijkt ook een hele andere kleur. Good morning en leuk bij de nieuwe vlog. Leuk bij de nieuwe vlog. Leuk. Ik wil zeggen leuk dat je kijkt naar de nieuwe vlog. En welkom bij de nieuwe vlog. Leuk bij de nieuwe vlog. Het is hier lekker leeg. En hier ook. Want de meubels komen natuurlijk vandaag. Alleen, nu hebben we een probleem met de bank. Rattenplan is nog dicht. Dus de kringloop hier in de buurt. Dus wij weten niet of die kan worden opgehaald. Maar het moet echt weg. Want ik kan het niet straks in mijn eentje gaan zitten sjouwen als een nieuwe bank komt. En het ene bedrijf werkt... Ja, gek hè? Maar goed, zeg maar gedag naar onze grijze bank. Als je denkt, wat ziet dat kussen er ineens vreemd uit? Dat klopt. Mijn ouders hebben deze omgeruild. Mijn ouders hebben ook deze bank. Die hebben hem veel korter dan dat wij doen, maar hun kussen ziet er zo uit. Omdat mijn vader daar dus blijkbaar altijd op ligt. Nou, ziet er niet uit. Dus hij zegt, oh, mogen we die kussen dan nog even omruilen? En toen dacht ik, ja hoor, is prima. Maar kijk die van ons en kijk die. En ik denk dat wij de bank echt, nou ik denk een jaar, misschien wel anderhalf jaar langer hebben. Zo, alles is gestofzogen. Nu wil ik me even opmaken. Vind ik wel fijn voordat ze komen. En ik moet eigenlijk ook een vlog bewerken. Maar ja, dan wacht ik wel tot ze zijn geweest. Dat is geen probleem, want ik heb verder niet veel wat ik af moet hebben vandaag. Maar normaal vlog ik, nee, normaal bewerk ik die vlog al in de avond. Maar het werd gisteren zo laat allemaal met uit elkaar halen van de meubels en al dat soort dingen. Ik probeer zo weinig bla 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 te zeggen. Nu heb ik het alsnog gedaan, maar ja, het zit er nou eenmaal in. Dus ik ga me nu even opmaken, want ze kunnen er rond 11 uur al zijn. Dat is nog niet zeker, maar ik hou er gewoon maar rekening mee dat dat kan. Ik heb een lekkere koffie gezet, dus nu neem ik even mee naar boven. En dan ga ik even mijn make-up doen. Nothing fancy, maar ik wil eigenlijk ook, als ik die vlog op tijd klaar heb, nog even wat TikToks opnemen. Het is zo fijn dat de deadlines er allemaal gewoon even op zitten en dat ik nu gewoon even niks heb. Alleen maar gewoon even genieten van dat straks de nieuwe meubels komen en dat ik gewoon even niks meer hoef. En ondanks dat we nu ver over de helft zijn van december, vind ik het vloggen nog steeds zo leuk. Ik hou ervan dat ik nu niet meer dingen er hoef uit te knippen, omdat anders de weekvlog te vol wordt of te lang. Ik kan het er nu gewoon allemaal in laten. En ik denk echt dat ik dat gewoon heel erg leuk en heel erg fijn vind. Ondanks dat de views nu zo halverwege eind december best wel slecht zijn. En dan hoor ik gelijk iedereen al denken, maar het gaat niet om de views. Ja, dat is zo. Maar toch vind ik het wel heel belangrijk. Als ik zie dat ook mijn verhuisvlogs bijvoorbeeld rond de 25.000 keer bekeken worden. En mijn adventkalenders, volgens mij hebben er twee zelfs de 90.000 gehaald. En dan nu de dagelijkse vlogs, die zie ik per dag echt minder worden. Maar daarentegen zijn de reacties juist echt zo super leuk. En echt gewoon een booster om door te gaan. Want als ik het dan weer lees van, oh, het is gewoon een soort van ritueeltje geworden. En het is zo fijn in deze tijden, lockdown en alles. Dat je dan, ja, dat ik wat huiselijks kan brengen. En wat rustig. En 2 jaar geleden had ik nooit gedacht dat iemand mij rustig zou noemen. Maar ik vind het wel wat hebben. Ik heb nu lekker mijn koffie. Ik heb er van dat winter spice siroop ingedaan, wat ik laatst gehaald had. Kon je ook zien in een vlog. Maar ik ruik het niet. Dus ik denk dat ik iets te voorzichtig ben geweest. Dus ondanks dat de views allemaal ietsje minder zijn, vind ik het wel gewoon echt heel gezellig. En ik heb al 300 keer dankjewel gezegd. Dus eigenlijk moet ik het niet nog een keer gaan doen. Maar wel bedankt. Toch bedankt voor het kijken en telkens weer terugkomen. En ik begin nu ook echt, zeg maar, mensen te herkennen in de comments. En dat was normaal niet. En nu zijn er mensen die gewoon vrijwel dagelijks ook reageren. En misschien deden ze dat daarvoor ook wel. Reageren op elke video. Maar dan viel het mij niet op. Omdat, ja, dan kreeg je zoveel comments. En dan kon je ook bijna niet meer reageren. Tenminste, ik kon het dan niet bijhouden.
En nu hou ik het wel bij en ik vind het echt heel gezellig. Ik vind het echt heel erg leuk. Het is 10 over 10. Oh, ik kijk zo vaak op de klok en dan is het 10:10, 11:11, 12:12. En jullie weten dat ik niet echt ervan hou om diep in te gaan op dit soort spirituele dingen. Net als mijn edelstenen en zo. Maar ik vind het heel erg leuk en het laat mij een soort van zien dat ik juist bezig ben. Ik hoef niet per se op te zoeken, oh wat betekent 10:10 of 11:11. Ik heb ooit gelezen dat als jij constant deze angel numbers ziet, want zo noem je dat, dus 10:10, 14:14, 1, 2, 3, 4, dat soort dingen. Als je dat telkens ziet, dan ben je op het juiste pad en dan komen er mooie dingen. En daar hou ik van. Ik vind dat heel erg mooi. Ik zou er niet meer over vertellen. Want waarschijnlijk zit je daar niet per se op te wachten. Misschien ook wel hoor. En er zijn best wel vaak mensen die dan zeggen, oh maar wat voor steen is dat dan? Wat voor edelsteen en wat doet het? En je hoeft het maar één keer tegen mij te zeggen en mijn beerput gaat open en ik vertel je alles over wat ik weet. Nou, long story short. Ik ga mijn make-up doen en dan beneden weer even verder. En dan wachten tot ze er zijn. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben helemaal opgemaakt en het is net 11 uur geweest. Ik ga terug naar beneden. Ik hoor net post binnen. Oh ja, 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 ja. Het is precies wat ik hoopte. Ik heb namelijk super leuke oorbellen besteld. En dan kan ik ook gelijk het pakketje laten zien waar ik het gisteren al over had. Mijn pakketje is binnen. Oh my god, ik heb hier heel veel zin in. Wat hol ook hier zeg. Joehoe. Anyhow, een pakketje van Studio Vaya. Dit is een klein bedrijfje van Jess. Die volg ik ook op Insta. We volgen elkaar al heel lang. We moeten nog steeds een keer afspreken. Daar hebben we het al 1000 jaar over. Hallo Rebecca. Welcome to the Cute Earrings Club. Hallo lieverd, veel plezier met het dragen van deze beauty. Zij heeft dus een eigen oorbellenlijn, dat maakt ze allemaal van klei en ik was in het begin heel huiverig van dat is vast super zwaar, maar dat is het totaal niet. En ze had dit keer een story sale met speciaal kerstoorbellen, maar toen ik deze zag, ze had deze al eerder gepost zo van dit komt eraan, toen wist ik al deze wil ik zo graag. Het komt super cute binnen. Ah, ik ben heel benieuwd hiernaar. Kijk hoe cute. Oh my god, deze zag ik. En ik dacht, deze moet ik. Ik vond ze ergens iets wat groot. Dus ik dacht, oh, ga ik dit wel dragen? Maar ik dacht, sowieso ga ik dit dragen met de kerst. Dit zijn de oorbellen. En ze zijn dus goud en sterren. En ik vind dit zo leuk. En als je het ziet, zou je dus denken, dit weegt echt wel wat. Maar het weegt helemaal niks. Ik ga ze niet nu indoen, maar ik wil ze wel even indoen. En als een oorbel ook maar een grammetje weegt, dan vind ik het al zwaar. En dit weegt gewoon helemaal niks. Dit is toch geweldig? Dit is zo leuk. En dan met mijn kerstoutfit of zelfs met mijn kerstpyjama vind ik het al helemaal leuk. En volgens mij zitten ze eraan te denken om deze in de vaste collectie te doen. Of in ieder geval fel roze. Die waren ook geweldig. Maar ik zal het linkje even in de beschrijving zetten, want ja, ze is gewoon geweldig. De oorbellen zijn zo mooi. Ik heb nu denk ik 5 paar. Dus dat zijn die. En dan had ik nog een DM gekregen van iemand die dus zelf kaarsen maakt, of ze wat voor mij mocht maken. En letterlijk alles wat ze op de pagina had staan, vond ik zo super mooi. Dus ik dacht, oké, let's go. Ik had dus gezegd van, ik vind die marmeren kaarsen die je maakt heel erg mooi. Maar maak maar gewoon iets kerstigs van en dan zien we het wel. De Instagram pagina is Lana Vlam. En dat zou ik natuurlijk ook even onder in de beschrijving zetten. De set kaarsen die je nu hebt ontvangen zijn de gepersonaliseerde kaarsen waarbij je zelf de personen bij elkaar kunt samenstellen. Ik heb nu voor jou je gezinnetje in kerstthema. Love it. En met inspiratie van je kerstjurk van Bonprix en je nieuwe Gucci tas samengesteld. Ik had wel gezegd dat ik ze het liefst aan zou steken.
Maar toen ik ze zag, dacht ik, ik wil deze niet aansteken. Dit worden gewoon kaarsen die ik forever ga houden. Ik deed hem dus open en toen zag ik dit. En ik had gewoon 2, 3 kaarsen verwacht. Maar echt gewoon zo superveel. Het is zo leuk. Dus ik ga eerst de andere kaarsen laten zien. Want ik zei nog van, wauw, die warmere kaarsen, die vind ik echt prachtig. En dat zijn dus deze. Super mooi met dat zwart en met goud. Dit zijn kaarsen die ik wel daadwerkelijk ga branden. Want dit vind ik echt prachtig. En die dan ook in het blauw. Super mooi. We matchen. En dan ook in het paarsachtig roze. En ik vind het zo super mooi met dat goud er heel subtiel doorheen. Echt prachtige kaarsen. Maar dan natuurlijk deze geweldige kaarsen. En dit. Nou, dit vind ik echt geweldig. Ik vind het zo super leuk. Ik wil ze eigenlijk in de verpakking houden voor nu. Maar ik weet niet of ik het dan goed kan laten zien. Oh, dat is wel te doen. Kijk nou. Wij op een kaars. Dus de kerstboom op een kaars. En dan Leo, Revy, Mitchell en ik. Nou, dit is echt... Dit vind ik helemaal het einde. Ik denk ook als je dit aan iemand geeft als kerstcadeau of als zomaar cadeau. Ik bedoel, een vriendengroep of weet ik veel wat. Dat is zo super leuk. En die kleine details van die sneeuwpoppetjes op hun shirt. En nou, ik vind het echt geweldig. Ja, dit vind ik echt wel... Oh mijn god, ik zie nu op de achterkant dat ik mijn Gucci-tas vast heb. Nou, dit is echt leuk. Die had ik nog niet gezien. Dit is toch geweldig? Kijk dan, ik heb gewoon mijn Gucci-tas in mijn hand. Hallo. Nee, dit vind ik echt heel erg leuk. Heel erg bedankt. Echt heel erg cute. Hoe leuk is het om een gezinskaarsenset te geven? Ik bedoel, ik heb hier nooit aan gedacht dat dit bestaat. Voor een housewarming of voor een verjaardag of voor moederdag. Ik weet niet, het is echt heel erg leuk. Dus beide linkjes die staan in de beschrijving. En nu ga ik denk ik even hier een beetje opruimen. Ik weet gewoon niet hoe laat ze komen. Tussen 11:30 en 13:30. Dus het kan ook nog eens 2 uur duren voordat ze komen. Dus wat ik ga doen, ik ga dit opruimen. Want zoals je misschien door hebt gehad, heb ik nog steeds mijn muslimkalender niet geopend. Die staat daar ook nog steeds. Ik ben gewoon niet gemaakt om elke dag een vakje te openen. En het heeft me ook niet aangetrokken om te gaan beginnen. Ik vind het ook een beetje raar om nu dan ineens alles te gaan doen. Dan neemt de hele vlog... Nee, dan neemt de hele kalender de hele vlog over. We zijn een half uur verder. En ik heb nog steeds niks gedaan. Ik wil gewoon even dit hoekje doen, maar ik kom er niet aan. Ik heb geen zin. Soms heb je gewoon geen zin en dat is ook goed. Maar in dit geval niet, want de meubels moeten straks kwijt. Dus ik moet zin maken. Ik kan er ook totaal niet tegen dat ik dan niet weet hoe laat ze komen. Want ik heb heel erg veel moeite met als ik ergens mee bezig ben. Ik word onderbroken. Ik moet het zeg maar gewoon afmaken. Ik had het bijvoorbeeld in de kliniek dat ik opgenomen was met Revy, had ik dat ook heel erg dan... Waren we ergens mee bezig, maar therapie was dan 1 uur. Sommige dingen volgens mij 2 uur. Nou, dat weet ik al niet eens meer. Maar dan wilde ik iets afmaken. Dan was ik bezig met een schilderij of weet ik veel wat. En dan zat het er alweer op. En dan dacht ik echt, ja maar nee. Ik moet dit afmaken, want in mijn hoofd klopt het anders gewoon niet. Het moet af. En nu wil ik dan ook al de was gaan opvouwen en dat soort dingen. Maar als ik daar dan mee bezig ben, wil ik daarmee bezig blijven. En dat dat dan mijn focus is. Maar... maak het mezelf gewoon af en toe even moeilijk. Goed, nu heb ik geen excuus meer. Ik heb 2 koffies gedronken. Ik moet gewoon aan de bak. Wat is nou een hoekje opruimen? Echt, het is 2 seconden werken, Rebecca. 2 seconden, kom op. En als ik het dan gedaan heb, denk ik, nou wauw, dat was moeilijk. Ik wil gewoon even deze. Kijk, deze heeft sowieso geen plek. Want daar staat de kerstboom nu. Die doen we even hier. 130 op de vluchtstrook. Dat was mijn optreden. Ik hoop dat je het leuk vond. Past dat hieronder? Dat past! Wat perfect! Deze vindt hij op dit moment niet leuk. Dus die ga ik ook even in een kast doen. Zo, dan is dat ook leeg. Ik ga toch even naar de wc. Want dat moet. En ik ben bang dat ze komen. Ik herken dit zo goed van mezelf dat ik het heel spannend vind als er dus mensen komen. Ook toen ook met IKEA, ik kreeg gewoon helemaal buikpijn. En nu heb ik ook buikpijn, want ik weet dat het elk moment zo kan zijn. En dan word ik gewoon een beetje zenuwachtig. Weet je dat gevoel als dat je vroeger moet presenteren voor de klas?
Terwijl ik nu eigenlijk niks hoef te doen. Ja, normaal. De meubels worden op dit moment geleverd. En het eerste wat ik denk is, nee, is hij zo laag? Ik hoop dat de poten er nog onder komen. Zou dit het zijn? Nee, toch? Lijkt ook een hele andere kleur. Oh, tafel komt eraan. Even helpen. En toen stond mijn huis ineens vol met dozen. Deze tafel, dit kan niet. Ik zei al, is hij echt zo groot of zit er nog lucht in of zo? Maar, oh my god. Het kan toch niet? Ik hoop dus dat dit, dat hier misschien de poten in zitten of zo. Maar halleluja. En net dat ze weggingen, zei er één, fijne dagen. En de ander zei, veel plezier ermee. Dus ik zei, jullie ook. En toen dacht ik echt, nou, dat is heel stom. Dus ik zeg, jullie ook al zijn fijne dagen en niet veel plezier met de meubels. Ik dacht, anders zitten ze straks in de auto. Ze zei fijn, jullie ook veel plezier met de spullen. Maar ik bedoel, jullie ook fijne dagen. Goed, ik weet niet of ik een poging ga doen om het in elkaar te zetten. Ik denk het wel, mijn kennende, want ik kan er niet goed tegen dat ik dat nu dan niet ga doen. Daar staan nog twee dozen. Ik hoop dat er dan drie stoelen, ja, stoelen in zitten. Dus ik zei al, weten jullie of er drie in zitten of zijn het er twee? Maar toen zei hij, ja, het kan wel zijn dat er dan eentje omgekeerd in zit. Dus hierin zitten dan de stoelen. En het komt dus zoals je ziet van So Home. Daar hebben wij spullen mogen uitzoeken. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ik hoop echt dat het allemaal net zo mooi is als hoe ik het in gedachten had. Maar deze mega tafel, oh mijn lord, dit kan toch niet? Dit gaan we niet kwijt kunnen. Wel fijn voor de kerst. Kunnen genoeg mensen aan zitten. Nou, ik ga het gewoon openmaken. En dan moet ik altijd wel lachen, want dan staan er dus van die dingetjes op. Dat je geen mes mag gebruiken. Maar ja, hoe krijg ik het dan open? Maar op het werk heb ik het wel eens genegeerd. Dan dacht ik, dan kwam er een bestelling binnen. En dan ratste ik gewoon dat mes er doorheen. En dan was de hele bovenlaag aan kleding was kapot. En dan moesten wij zeggen, nou, ik heb geen idee. Heeft vast een klant gedaan. Of dan waren het allemaal van die cadeautasjes of zo. Of plastic tassen die wij dan zeg maar mee mochten geven als iemand wat gekocht had. Dat was in de tijd dat gewoon plastic tasjes nog gratis waren. En dan had je er gewoon echt de bovenste laag van een stuk of 20 had je kapot gesneden. Dus ik snap het wel dat het erop staat. Maar dan moet ik gewoon even rustig de zijkanten openmaken. En dan hopen dat het allemaal goed gaat. Ik zat echt in het midden of een TikTok opnemen. En ik schrok me echt dood. Maar goed, ik ben heel blij dat het er is. Het is nu 1 uur. Dus dat is ook mooi op tijd. Ik denk dat we de verkeerde hebben. Oké, de bank die klopt dus niet. Ik dacht het al. Het is het eerste wat ik zei net. Dat die er stond van oké, die is... Oh mijn god, ik ben heel rood. Ik heb het bloedje heet van al dat uitpakken. Ik zei al, hij moet hoger zijn. Dit klopt niet. En toen dacht ik, misschien moeten de poten er nog onder. Maar de poten hoeven er niet meer onder. Dit is gewoon de bank. En ik vond de kleur al zo anders overkomen. Ik dacht, nou, dat is wel heel veel verschil. Gelijk ook even de stoelen uitgepakt. Die kloppen wel. En deze gigatafel, ja, die klopt dus ook. Maar er zaten hier nog poten en aan die kant ook. Dus op zich denk ik dat het wel meevalt. Het is ook een ovale tafel. Dus zeg maar, dit is hem. Dus op zich, ja, de doos was gewoon groter dan de tafel. En hier alvast een sneak peek van de stoelen. En verder, ja, nou ja, ik kan nu dan even niks. Ik moet wel die vlog, oh mijn god, ik moet die vlog nog bewerken. Dat ga ik nu doen. Oké, de video is aan het opslaan. Gelukkig allemaal nog gewoon op tijd. We hebben al een hele tijd mailcontact en telefooncontact, telefonisch contact met So Home. En we hebben allemaal foto's door moeten sturen. En het gekke is dat de bank Moritz dus helemaal niet op hun site voorkomt. Dus ik weet niet waar het fout is gegaan. Maar nu zegt ze dat het als het goed is dus wel dezelfde bank is. En dat de poten van de bank, als het goed is, onderin zitten. Dus onderin een rit. Maar ja, dat krijg ik nooit in mijn uppie voor elkaar. Dus ik moet sowieso wachten tot Mitchell er is. Om te kijken of die poten daar dus inderdaad zitten. Want ik denk dat de bank verder wel klopt. Maar dan moeten die poten er dus nog onder. Plus, ik vind het ook een hele andere kleur. Nu kan het altijd zo zijn dat kleur wat afwijkt natuurlijk. Omdat op een foto ziet het er heel anders uit. Maar ik vind het wel heel anders. Kijk, dit is de kleur die ik wilde. En dat is een beetje zand. En ik vind dit toch echt wel wat meer grijs. En natuurlijk is een foto altijd anders. Maar ik vind dit warmer. Dit is wat meer taupe-achtig zand. En dit is meer grijsachtig zand. Als dat een beetje logisch klinkt.
Dus ik weet even niet zo goed hoe en wat. Want verder is hij wel helemaal hetzelfde. Ook de breedte, die klopt allemaal gewoon. Alleen missen we dan die pootjes. Maar ja, als die hier nog bij zitten, dan zou het dus moeten kloppen. En dan moet ik gewoon misschien even wennen aan de kleur. Ik vind wel dat de kleur heel mooi staat bij de muurkleur. Want als ik hem zo zie tegen die muur aan, dus ook waar die komt, vind ik het wel heel erg mooi. Het misstaat niet. Maar ik had hem wat warmer dan gehoopt. Dus iets meer naar het bruine toe in plaats van grijs. Ik vind dit best wel grijs. Het is zeker geen lelijke kleur, maar ik had gewoon wat warmer verwacht. Een beetje zoals die houten plank en ja, zoals dat. Toch wat meer houtig. Maar ja, we horen straks definitief of dit hem wel is of niet. De kleurnaam klopt ook namelijk, dus misschien wijkt hij gewoon best wel erg af van hoe hij eruit ziet online. Nu heb ik het weer ineens super koud, dus ik ga weer even de verwarming een beetje aandoen. En dan moet ik nog naar de kruidvat, want dan moet ik wel echt doen voordat ik die kinderen haal. Alles op tijd klaargekregen. Ik wil even eten, maar alles staat vol. Als deze online komt, is het dan niet vanavond voor jullie kerstavond? Ja, hè? Nou, leuk. Fijne kerstavond. Wij gaan niks doen met kerstavond. Volgens mij heb ik dat ook echt nog nooit gedaan. Wij vierden dat thuis niet. Ik baal een beetje dat ik niet verder ben gekomen met de meubels. Ik ga nu even eten. Ga ik het aandurven op de nieuwe bank? Als dit officieel onze nieuwe bank is. Ja, het moet wel. Ik ga nu op de grond zitten. Hier zijn de stoelen. Misschien komt het niet helemaal mooi over. Maar het is een soort van, niet per se teddy, maar wel een beetje dat gevoel ervan. Of zeg maar de uitstraling, want niet het gevoel. Ze zijn namelijk best wel stug, maar ik wilde niet dat echte teddy spul, als dat een beetje logisch klinkt. Ik ga nu nog maar even wat drinken. Even op de bank. Ik heb zo vaak dit soort spraakgebrekken. Wat ik dus wil zeggen, even op de bank zitten. Hij zit wel heel lekker trouwens. Wel heel laag, maar als die poten er nog onder moeten. En dan ga ik naar de kruidvat en dan ga ik de kindjes ophalen. Welkom in onze chaos. Revia poffertjes, want ik wist het niet vandaag. Hallo. Nee, wauw. Wauw, ik wil het eigenlijk nog allemaal niet in het geheel laten zien. Omdat het gewoon niet tot z'n recht komt nu, zeg maar, zo met dit licht. Maar ja, ik kan ook niet zeggen, de meubels zijn er en het dan niet laten zien. Dus dit is de tafel. Ik had hem eigenlijk lichter ingeschat. Maar ik denk dat lichter heel erg zou clashen met de vloer. Oh jongens, de nieuwe bank. Ik moet even wennen, want we hebben ineens heel veel ruimte hier. Overduidelijk dat we nog plinten nodig hebben. Dat wisten we al, maar ja, die bank was eigenlijk perfect, want we zagen het niet. Nu zo, in combinatie met de muur, vind ik de kleur echt heel erg mooi. Maar meer mensen om me heen zeggen ook, ja, hij wijkt niet heel veel af. En hij staat nog steeds heel erg mooi hier. Dus misschien moet ik het er ook maar gewoon mee doen. Maar ze willen na het weekend volgens mij toch nog heel even naar kijken of het klopt. Aangezien de bank ook een andere naam heeft. Dus misschien is er toch iets misgegaan. De pootjes die zaten inderdaad in de bank. Dat vertelden ze me al door de telefoon. Die zitten in een rits. Die zitten er gewoon bij. En dan de stoelen in combinatie met de tafel. Kijk hoe mooi. Ik wil dat niet te veel laten zien. Dat is troep. Daar komt nog een ander bankje. Maar kijk even. Dit vind ik zo leuk. Ja, ik ga dit ook beter morgen laten zien. Maar echt voor nu ben ik zo happy. Misschien ook nog lijstjes toch weer ophangen. Die hebben we nu allemaal op zolder gezet. Maar ergens vind ik het dus heel mooi dat het zo leeg is. En dan komt die zwarte plint hier. Ik denk ongeveer van 10 centimeter. 12 vind ik net te hoog, maar 8 dan weer te laag. Dus nou ja, 10 perfect. Morgen heb ik het opgeruimd en dan laat ik het gewoon nog een keer zien. Met daglicht, met het juiste licht. Maar voor nu ben ik echt heel happy. En voor Revi hadden we natuurlijk poffertjes gehaald, want ik wist het echt niet vandaag. Ik was zo druk bezig met van alles en nog wat. Dacht ik, oh ja, moet ook nog eten hebben. Dus Mitchell en ik hebben net sushi besteld om dat te gaan eten. Tada! Om onze nieuwe meubels te vinden. Ja. En weer mijn feest. Die is het allerlekkerst. De meid zit lekker te bewerken aan de nieuwe tafel. Wat ging je nou naar me kijken? Morgen ga ik de meubels allemaal even wat beter laten zien. Maar voor nu wens ik jullie een hele fijne kerstavond. Want het is morgen de 24e. Als je dit kijkt is het dus de 24e.
Of niet, misschien kijk je dit 25ste. Veel te lang verhaal. Ik wilde gewoon even de vlog afsluiten. Wat, kun jij het beter? Nou, nee. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Als het zo was, doe even je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doei doei! Mwah.